De Universiteit Leiden onderzocht in 2001 wie het meeste voordeel heeft van de hypotheekrenteaftrek. Van alle mensen die een eigen huis hebben, gaat verreweg het meeste geld naar een kleine, rijke groep. De rijkste huizenbezitters, slechts 7% van de huiseigenaren, krijgen bijna de helft van al het belastinggeld. Toch leggen met dit onderzoek in de hand politici het effect van het belastingvoordeel verschillend uit. Nou, als je kijkt naar wie hebben het meeste voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat zijn zogenaamde middeninkomens, gewoon mensen die een normaal inkomen hebben. En we zien op dit moment hele hoge huizenprijzen. En ja, als je dan nu wat aan de hypotheekrenteaftrek zou doen, zouden die mensen geen huis meer kunnen kopen. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ik vind het huidige systeem pervers. Ja, het heeft perverse effecten. Je kunt best een systeem, en daar moet je over nadenken, een systeem bedenken waarin je vasthoudt aan bezitvorming, eigen woningbezit voor lagere en middeninkomens, en tegelijkertijd voorkomt dat hoge inkomens buiten proportie daarvan profiteren. Je kan zeggen, ik vind dat het stelsel evenwichtiger kan. Dat vind ik wat anders. Maar om te zeggen pervers, dan kijken ze alleen de aftrekkant. Dat vind ik veel te eenzijdig. Je moet dan ook kijken wat je aan de OZB betaalt, hè? Wat je aan de gemeente betaalt. Ook wat je betaalt aan de overdrachtsbelasting. Dat moet je allemaal betalen. Dat betaal je als je een duurder huis ook meer. En het huurwaarde is ook hoger naarmate je huis duurder is. Ik zou niet weten waarom dat pervers is. Want alle bevolkingsgroepen, alle mensen in het loongebouw, inkomstengebouw, hebben daar voordeel aan. Dus het is niet pervers, het is verstandig. Natuurlijk kun je interessante discussies houden over waar slaat het neer. En wie hebben er nou veel profijt van en wie misschien wat minder. Klopt het dat de hoge inkomens er meer voordeel van hebben dan lage inkomens? Ja, u kunt toch wel rekenen. Dat weet toch iedereen. Kijk, de hypotheekrente werkt op aftrek. Dus als jij meer belasting betaalt, als je dus een hoger inkomen hebt, dan betaal je in Nederland meer belasting. Dan is het effect natuurlijk ook groter. Op die cijfers is heel veel af te dingen, omdat het allemaal draait om definities. En toen ik staatssecretaris was, heb ik al die sommetjes ook gemaakt. Wat overeind blijft, is dat er een scheefheid is. En dat er een relatief groter voordeel is voor mensen met hoge inkomens dan voor mensen met lage inkomen.